Welkom bij Dwalend door Den Bosch. Ik begin vandaag eigenlijk bij een heel speciaal rijksmonument. De oude Sint-Jacobskerk, oftewel het Jeronimus Bosch Art Center. Ook wel Jeroen Bosch Centrum genoemd in de volksmond. Dit centrum staat komend jaar centraal. Want het centrum dient eigenlijk om het leven van Jeronimus Bosch, de Bossche schilder, van alle kanten te belichten. Het centrum zit dan ook vol met allerlei replica's van schilderijen die Jeronimus Bosch in zijn tijd gemaakt heeft. Nou, met het Jeroen Bosch jaar in aantocht is dit dus wel een hele belangrijke plek. Met een hele mooie expositie nou. Met alle werken van Jeronimus Bosch te bewonderen hier in het Jeronimus Bosch Art Center. En als je langs dat centrum loopt, of misschien wel de komende tijd dat centrum gaat bezoeken, omdat je een van die kunstwerken wil zien van Jeroen Bosch, dan moet je ook zeker naar de overkant gaan. Want daar zit een nieuw Italiaans restaurantje. Ik zeg nieuw, omdat er in een vrij korte periode van een aantal jaar al verschillende ondernemers hebben gezeten. Maar de ondernemer die er nou hedendaags in zit, zit er inmiddels al 2 jaar. Dus ben je in de buurt van het Jeronimus Bosch Art Center of de Hintammenstraat, dan moet je zeker hier in de Monsieur Prinsenstraat 1A een kijkje nemen bij Vita Verda. Ik ga in ieder geval naar binnen, ik ga een kijkje nemen en jullie zijn erbij. Vita Verda is een authentiek Italiaans restaurant met biologische en eerlijke, pure Italiaanse gerechten. En waar moet ik dan aan denken? Je zegt eerlijk en puur. We gebruiken zoveel mogelijk regionale en biologische producten in onze gerechten. Authentieke gerechten, denk aan pasta's, pizza's, secundi's, dus hoofdgerechten, vis, vlees en ook lekkere antipasti voorgerechten. Dus je kan bij jou een lekkere pizza eten, maar veel meer dan alleen pizza? Ja, je kan zeker veel meer dan alleen pizza eten. Je kan hier ook een 4 gangen minuutje komen eten. Hartstikke lekker. Beginnen met een echt Italiaans plankje vol met verschillende antipasti. Een pastatje, een stukje vlees wellicht. En misschien nog een lekkere dolce of een Italiaans toetje na. Lijkt alsof de Italiaans steeds hipper wordt, of niet? Ik hoop het van wel eigenlijk. Daar doen we het voor, hè? Wie zijn jouw klanten? Waar moet ik dan aan denken? Heel erg breed. We krijgen hier mensen, scholieren, die hier een pizzatje komen eten inderdaad. En een lekker colaatje komen drinken. Het kan ook zijn mensen die hier gewoon lekker lang willen zitten. Een paar uur lekker willen genieten van een voorgerecht tot en met het nagerecht. En dat kan natuurlijk allemaal, dus het verschilt. Alle leeftijden zijn welkom. Hoe lang zit jij hier nou? Nu net 2 jaar. Nou, volgende week 2 jaar. Ja. Wat is specialiteit? Specialiteit? Ik denk toch wel ons antipasti plankje. Heel erg lekker. Echt verschillende lekkere dingen erop en één groot feest op tafel. Jouw openingstijden? Wij zijn geopend maandag tot en met zondag. Alleen op dinsdags gesloten. Vanaf 5 uur tot en met 10 uur 's avonds. Als ik hier wil eten, kan ik dan gewoon binnenkomen of moet ik gewoon een afspraak maken? Nou, we zitten heel vaak vol, dus graag reserveren is altijd fijn. Dus dat kan. Mailtje sturen, telefoneren, Facebook, kan allemaal. Hoeveel zitplaatsen heb jij? Ongeveer zo'n 60. En een hele leuke kelder beneden voor groepjes en partijen met een bar erin. Wat is jouw achtergrond? Want je zit hier nu 2 jaar. Ik ben toch wel benieuwd, wat heb je hiervoor gedaan? Ik heb heel lang 13 jaar in Italië gewoond. En na mijn school daar afgerond hebben, heb ik de Zwitserse hotelschool gedaan. En ben hier neergestreken, verliefd geworden en blijven hangen en een restaurant geopend. Wat is het mooiste aan Italië en wat is het mooiste aan Den Bosch? Het mooiste aan Italië, ja, ik denk toch wel de taal. En het mooiste aan Den Bosch, het Bourgondische van de stad. Dat is een goede combi dan. Ik denk het wel. Ik hoop het. Ik hoop dat ik het hier ook kan samenvatten in 1 restaurant. Wat is het lekkerste Italiaans eten? Voor mij een denk aan pasta. Een lekker eenvoudige bolognese pasta. Maar zo ben ik. En wat doe jij nog extra om jouw klanten tevreden te houden en te maken? We leggen heel veel focus hier op de gastvrijheid, op de service die we bieden hier in het restaurant. Heel belangrijk dat iedereen die hier binnenkomt moet zich welkom voelen. En ook als ze weggaan, het laatste wat ze zich herinneren is gewoon een gastvrije personen die hier werken, rondlopen. De bediening, leuk, vriendelijk. Het moet gewoon allemaal kloppen. En dat doen wij om mensen een fijn gevoel te geven. En als iemand bijvoorbeeld een keer niet tevreden is, hoe ga je daarmee om?
Nou, dat proberen we natuurlijk altijd meteen op te lossen. Het gebeurt wel eens, gelukkig nog niet zo vaak. Maar mocht het voorkomen, probeer het altijd netjes op te lossen. En daar kunnen verschillende mogelijkheden voor zijn. Van een kortingsbonnetje, koffertjes van het huis, limoncellotje, alles is mogelijk. Dus, maar hopelijk gebeurt het niet te vaak. De feestdagen komen eraan. Zit je vol? Ja, ik bijna helemaal vol. We hebben nog wel een aantal plekjes. Dus met de kerst, de eerste kerstdag zijn we gesloten. Kerstavond en tweede kerstdag zijn we nog open. Dus reserveren zou ik zeggen. Oké, caprese? Dat is een lekkere tomaat met wat buffelmozzarella, wat basilicum erin en een balsamico crème eroverheen. Spianata romana, dolce. Een zachtere salami. Spianata calabrese. Een wat pikantere salami. San Daniele ham. Dat is een San Daniele ham uit Italië. Heeft 16 maanden gerijpt. Natuurlijk met een melone. Ja, en die gaat natuurlijk samen met de meloen. Taralli. Dat zijn een soort crissinetjes. De gevulde soepstengeltjes die ze altijd in Italië hebben. Met rozemarijn en zongedroogde tomaatjes. Vitello tonnato. Een vitello tonnato. Een dun gesneden kalfsvlees met een tonijnsausje en wat kappertjes. Bresaola. Gedroogd en gepekeld rundvleesje met wat parmezaanse kaas eroverheen. Pesces parafumicato. Dat is een zwaardvisstukje. Provolone. Een provolone kaasje uit Italië. En cacciotto con rucola e picante. Een Italiaans kaasje gevuld met een pepertje en een rucolaatje en wat olijfjes. En zoals jullie zien liggen hier ook nog wat olijfjes tussen. En dat was het. Tot jong. Dit is een voorbeeld van het antipasti plankje van Vita Verde.